Ik ben Celia Grootherre. Ik ben schrijfster. Ik ben Brusselse. Ik ben verkozen in het Vlaams parlement voor Brussel bij Groen. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ik denk dat het antwoord op die vraag eerder is: waarom heb ik zo lang niet deelgenomen aan de verkiezingen? Ik ben al heel lang aan het schrijven over sociaal-maatschappelijke thema's. En tot op zekere hoogte misschien, ja, dat heet dan activist. En ik heb gewoon heel lang gedacht dat dit niks voor mensen zoals ik was, voor mij. En ik ben er eerder dit keer toe overhaald om te geloven dat het wel is voor mensen zoals ik. Ook voor mensen zoals ik. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Ik heb tot heel lang gedacht dat we waren allemaal samengekomen in La Madeleine met de Groenen. Ik had vooraf de raad gekregen om zo lang mogelijk niet naar uitslagen te kijken. Ik heb die raad heel netjes opgevolgd. Op een bepaald moment was het 1:05 en dacht ik, nu moet ik mij beginnen te haasten. Dus dan ben ik naar La Madeleine gegaan. En ja, iedereen was daar samen en de eerste uitslagen kwamen binnen. Traditioneel komen eigenlijk eerste uitslagen binnen op de plekken waar wij goed scoren. En dat wist ik. Dus ik zag die uitslagen en mensen begonnen mij te feliciteren omdat ze merkten dat ik heel goed scoorde. En ik wilde het niet geloven. Dus ik zei elke keer nee. Op elke keer die iedereen die me feliciteerde, zei ik nee, feliciteer mij nog niet. Ik wilde het echt niet horen. En ja, op een bepaald moment was het dan rond 11-12 uur 's avonds. En toen scheelde het heel weinig of hadden een derde Brusselse zetel. Dus ook toen was ik er eigenlijk nog niet mee en zat ik de hele tijd de uitslagen te controleren om te kijken of wij een derde persoon, onze vrouw, mee in het parlement zouden krijgen. Dus dat was verkiezingsavond, dat was het niet beseffen. En toen ben ik naar huis gegaan en heb ik in bed gekeken welke coalities er mogelijk waren, terwijl iedereen aan het vieren was. Maar nu begint het stilaan wel door te dringen. Bent u tevreden met het resultaat? Dat is een speciale vraag, want daar wordt heel, heel veel over gepraat, specifiek over Groen. Het lijkt wel alsof er over niks anders wordt gepraat dan dat we verloren hebben. En dat is vreemd, want we zijn erop vooruit gegaan. Het is de vierde keer op rij dat we er eigenlijk best wel stevig op vooruit gaan. De vierde verkiezingen op rij. En desondanks wordt er in pers en in het algemeen debat gepraat alsof wij hebben verloren. En ik kan dat tot op zekere hoogte volgen, omdat wij in een positie zaten, wij werden tot de uitdager gemaakt. Tot de tegenpool. En ja, daar werd een soort van enorme mediabubbel rondgebouwd, waardoor ik vraag me af of niet bijna elke score was tegengevallen. Nu, strikt genomen, en dan kom ik stilaan tot mijn persoonlijke score, hebben we natuurlijk wel gewonnen. En vind ik dus dat beeld nogal onterecht. Wij hebben op twee verkiezingen onze fractie in het Vlaams parlement verdubbeld. Dat is niet mis. In Brussel hebben we heel goed gescoord. Dat is heel fijn. En dat is ook onontkenbaar. En ik denk dat we daar allemaal heel trots op zijn. Wat mijn score betreft, ik vermoed dat niemand dat had verwacht. Ik toch niet. Ik heb in de weken naar de verkiezingsaanloop toe, ik had een strijdplaats. En in de weken naar de verkiezingsaanloop toe heb ik mezelf ingeprent. Celia, het gaat niet gebeuren, het gaat niet lukken, reken er niet op. Zodat ik de put waarover veel mensen vertellen, dat ik die een beetje kon dempen en kon ontwijken. Dat ik daar niet al te hard zou invallen. En uiteindelijk heb ik het vertrouwen gekregen van heel veel Brusselaars. Ik vond dat ongelooflijk. Ik heb mij als schrijver jarenlang op inhoud geconcentreerd. En ik heb mensen wel, in zekere zin is dat ook een vraag om vertrouwen, hè, maar dat gaat over inhoud. Dat gaat over wat je schrijft, dat gaat nooit over jezelf. En dit is
zo ongeveer de eerste keer, denk ik, dat ik in het publieke debat zei, willen jullie mij vertrouwen? En ik vond dat heel spannend. En ik vind het nog altijd heel erg ontroerend dat dat zo is. Dat zoveel mensen eigenlijk in mij geloven. En ik vind dat ook een enorme verantwoordelijkheid. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ik denk dat ik heel veel ga moeten leren. En dat ik heel veel ga moeten studeren. En dat ben ik ook van plan. Ik denk dat we een beetje in een ander land zijn wakker geworden. Na de 26e. En dat maakt die verantwoordelijkheid waar ik het daarnet over had wel groter, vind ik. Zwaarder. Dus heel veel verwachtingen heb ik zelf nog niet. Wat ik hoop, wij zitten hier nu in het Vlaams parlement. En dat is dan eerder een persoonlijke kwestie. Toen wij hier de introductiedag kregen, toen zei een van de medewerkers van het Vlaams parlement, wij zijn hier om u te vertroetelen. En die zin maakte zo... Het was heel goed bedoeld, maar ik schrok er een beetje van, want ik dacht, oh my god, ik hoop dat ik hier niet te veel aan ben. Dus dat is minder een verwachting dan iets waar ik bij mezelf op wil letten. Dat ik mij goed herinner dat ik hier zit om ten dienste te staan van burgers en ten dienste van de Brusselaars. Want wat dat betreft hebben wij als Brusselaars een speciaal statuut. We hebben als expliciete opdracht als Brusselse Vlaamse volksvertegenwoordigers om van en voor Brussel hier te zitten. Om ervoor te zorgen dat Brussel vertegenwoordigd is en dat wij eigenlijk ook 30% van alle Brusselaars bereiken met wat wij doen. Dat is veel. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Nee. Dat is de enige verkiezingsbelofte die ik heb gemaakt. Geen cumul. En ik heb ook beloofd aan mijn kinderen dat we naar zee zouden gaan. Als ik won. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Ik vind het heel fijn dat u die vraag aan iedereen stelt. Want traditioneel is dat een vraag die bijna alleen maar aan vrouwen wordt gesteld. En mijn... Ja, traditioneel is veel gezegd, maar mijn antwoord daarop is bijna altijd... Ik ga die vraag beantwoorden wanneer ze ook aan alle mannen wordt gesteld. Nu zit ik wel een beetje in een tweespalt, want u hebt dat wel gedaan. Dus dat maakt het ambetant. Die is heel groot. Omdat je opeens bovenop de persoon zo het ambt gezet krijgt. En dat gebeurt praktisch, in tijdsbesteding, moreel, in hoe mensen je zien, soms zelfs dichtbij je. Ja, en ik begin dan nog maar pas, hè. Maar misschien, en dan ga ik er toch even iets tussen gooien dat ik mij als feministe niet kan laten, misschien is die op vrouwen traditioneel ook wel wat groter. Omdat vrouwen, dat wijst elk onderzoek elke keer weer uit, vrouwen hebben een enorme zorglading. Zij worden verondersteld om het huishouden op zich te nemen, ze worden verondersteld om de kinderzorg op zich te nemen. Dus ik vermoed dat zelfs voor de mensen die hier zitten, dat de lading misschien iets groter is. Maar we zitten er toch ook, er zijn nog nooit zoveel vrouwen verkozen in dit parlement, we zitten er toch ook om dat soort dingen recht te trekken. Dus... Het is misschien niet slecht dat we het zelf ook aan een lijf ondervinden. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Want ik heb eigenlijk geen verkiezingsbelofte gedaan. Hè? En ik heb mij ook nog geen grote dingen aangemeten. Ik zou dat een beetje hoogmoedig vinden om dat op dit punt te doen. Maar wat ik mij wel, waar ik mijzelf aan herinner, is onder andere aan dat speciaal statuut van de Brusselse Vlaamse volksvertegenwoordiger waar ik het daarnet over had.
wij zijn de enige zes die wat dat betreft een soort van extra zakje in onze rugzak geschoven krijgen. En ja, daar wil ik aan denken. Ik wil alle Brusselaars vertegenwoordigen. Ik wil ook alle burgers vertegenwoordigen. Iedereen die hier in ons landsdeel, maar per extensie misschien zelfs in ons land, elke mens, leeft, vertegenwoordigen. En misschien kan ik u toch iets meegeven. Ik heb één verkiezingsfilmpje gehad, van in drie delen, een soort vervolgverhaal. En in elk van die filmpjes heb ik gezegd dat voor mij alles begint bij gelijke kansen. Maar dat je die ook overal waarmaakt. Dat feit dat elk kind, en ja, dat is in Brussel een heel groot thema. Wij hebben 30% van al onze kinderen groeit in armoede op. Dat is enorm. En dat is een uitvergroting van wat er in Vlaanderen aan het gebeuren is. Wel, elk van die kinderen moet je vertegenwoordigen. Elk van die oudere mensen in armoede moet je vertegenwoordigen. Elk van die eenzame mensen. Elk van die mensen die het moeilijk heeft. Want ik heb het gevoel dat wij zijn er voor wie het goed heeft en voor wie het goed gaat. En ik wil er voor hen zitten, zodat het goed blijft gaan. Maar we zijn er toch ook heel erg voor wie het moeilijk heeft. En die gelijke kansen die maak je op heel veel vlakken waar. In onderwijs, in welzijn en zorg. Maar bijvoorbeeld ook in jeugd en cultuur. En ja, het is geen wonder dat dat een transversale bekommernis is. Hè? In elk van die commissies kan je daaraan werken. Dat elk mens gelijk is voor de wet. Maar dat hij ook zijn leven op dezelfde manier kan waarmaken. En daar zijn we nog lang niet. U gaat mij binnen 5 jaar er niet op kunnen afrekenen dat we er dan wel zijn. Want ik vrees dat ik dat niet in mijn eentje gedaan krijg. Maar ik wil er wel heel hard voor werken.